Op de N201 is in de nacht van zaterdag op zondag een ernstig eenzijdig ongeval gebeurd. Bij Meidrecht vloog een auto uit de bocht. Toegesnelde hulp mocht niet meer baten, de bestuurder is ter plekke overleden. De weg is lange tijd afgesloten geweest, onder meer vanwege onderzoek naar de toedracht. Wat er precies is gebeurd is dus nu nog niet bekend. De auto is onder begeleiding van de politie door een berger naar een plek in Meidrecht gebracht, waar specialisten van de brandweer het lichaam hebben geborgen.